Laatste minuut, blessuretijd zelfs geloof ik. Stand stond 1-1. En alleen bij winst zou VVV promoveren naar de Eredivisie. En ik was toen 15. En ja, ik was vol zenuwen, ik durfde gewoon niet te kijken. Ik heb echt letterlijk druk naar het veld gedraaid en van de spanning. De wedstrijd met Reniers met de strafschop. De penalty die Raymond Reniers noemt. Toen Raymond Reniers die penalty erin schopte. Schoot hij ons via een penalty naar de Eredivisie. Ik heb de beelden later wel gezien natuurlijk, maar dat moment zelf, ik durfde gewoon niet te kijken. En dat blijft voor mij wel het moment. Dat je niet durft te kijken, het publiek hoort juichen en dat alle spanning van je afglijdt. En ja, penalty erin en we promoveren. Ja, dat blijft voor mij het moment, ja, van de cool. En, ja. Veel mensen durven niet eens te kijken. Remy Reiniersen beslist het lot van de FC VVV voor volgend seizoen. Reiniersen, scoort! Feest in Venlo, feest in de Kool. 91ste minuut, de FC VVV promoveert naar de Eredivisie. Dankzij die goed genomen strafschop van Remy Reiniersen. En onze felicitaties gaan uit naar de FC VVV. Dat hoe het ook eindigt, rechtstreeks. Uiteraard in een mooie stadion, met de sfeer, de betrokkenheid met de spullen. De Kool is altijd een stuk van Venlo geweest en altijd een stuk van mij geweest. Geen ander stadion kent er tegenop. Ik vind het gewoon een geweldig stadion, de Kool. Midden jaren 50 krijgt Venlo een nieuw spoorwegstation met emplacement. Het zand ervoor wordt gewonnen bij de Kleine Hei aan de Kaldekerkerweg. Jarenlang rijdt vrachtauto na vrachtauto de berg af en weer op in een eindeloze stroom. Door de afgraving krijgt de Kool al vorm. Maar niemand die in deze jaren aan een nieuw voetbalstadion denkt. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 47, 48, 49 treden. De trap aller trappen. Nou, 19 meter en 10 centimeter. En dan ben je weer boven. Dan ben je de Kool ontstegen. En dan ben je gelukkig of doodongelukkig. Dan ben je in ieder geval hartstikke moe. Na een wedstrijd en na het bestijgen van de trap aller trappen. De lange trap af. De lange weg naar beneden. Richting het veld. Hier in de Kool. Sneeuw ligt daar nog, trappen vrijgemaakt. Eén ding weten we zeker, ze moeten de trap op en af. Daar gaan ze aan beginnen. We gaan beginnen aan VVV. Al die treden met aan weerszijden en in het midden een hele eenvoudige buis om je aan vast te houden. En dan daal je af naar de Kool. En overal zitten mensen hier op de tribunes. En kleine kinderen, dat is zo mooi, die zie je naar boven kijken. En die zien hoe die helden naar de Kool lopen, naar de plek waar het gebeurt. Dat zijn dan jongens en mannen die toegejuicht worden.
dat zijn ook jongens en mannen waarover in het Venlo's genuld worden als ze weer een enorme kans hebben gemist of een enorme blunder hebben begaan waardoor de tegenstander kan scoren. Maar steeds opnieuw is er die trap. Verschrikkelijk. Erger dan een busreis van Venlo naar Groningen waren de treden van de trap aller trappen. ...28 graden. Wat mooi. En 28 graden is dan na afloop van een wedstrijd de ideale temperatuur voor een glas bier. Maar dat mag je natuurlijk tegenwoordig niet zeggen, dus u heeft dat niet gehoord. 28 graden. Ik herinner me dat VVV een keer gepromoveerd is en dat er op het NOS-journaal werd gezegd van VVV Venlo is terug in de Eredivisie. De trap is terug. De trap is terug. En iedereen wist wat er bedoeld werd. VVV wordt in 1903 opgericht door Venlose jongeren die gegrepen zijn door de nieuwe sport. Voetbal. Bijna 7 decennia speelt VVV de thuiswedstrijden aan de Kraal. Maar ze zullen in het verdere verloop van de competitie nog kansen genoeg krijgen om de huishoudkast met enige geriepelijke bankbiljetten te spekken. Want daarvoor zijn ze tenslotte beroepsvoetballers geworden. Eind jaren 60 wordt gedroomd van een nieuw, ruimer stadion. En het oog valt op de zandafgraving een eindje verderop aan de Kaldekerkerweg. De dialectnaam De Koel is een gouden ingeving. Het is 50 jaar De Koel, maar De Koel. In eerste instantie was De Koel alleen maar een zandhelling eigenlijk. Hè? Met een kleine tribune hier. Hè? Dat was het linkse, het rechtse deel van die tribune was er niet. Hè? De oudste deel was dat. En. Ja, die periode, toen was ik niet hier, laat ik het zo zeggen. Toen, ik wel. Nee. Ik heb alleen één wedstrijd gezien. Hier. Ik stond daar toen er 22.000 man naar Ajax kwamen kijken. VVV Ajax. Helemaal gek. Ik weet nog, Mikan, die eerste goal, kwam zo erin. Jarenlang lopen de supporters via een hellingbaan De Koel in. Het stadion is in de beginjaren sober, bazaal. Voor 750 toeschouwers zijn er zitplaatsen. 10.000 supporters kunnen staan. Wordt het drukker, zoek je een plaatje tegen de helling en het rulle zand. Bij Jan Klaassen en een kaartje halen en dan weer boven lopen naar het stadion. Ja. Dat waren mooie tieren hier, dat hier nog allemaal zand was. Jansen neemt de hoekschop. Hielkes. Richting Advocaat. En zit. Bal zit. Dick Advocaat kopt in. Omdat hij als enige doorgaat. Brands. Mooi Brands, goal! Andreas Brands, je zag het niet. Hoekschop Remy Reiniersen. Liebrechts nu ook voor die goal daar. Ingekopt door Nijssen. Even vrijgelaten. En Nijssen profiteert van dit buitenkantje. En brengt de stand op 1-3. Veel supporters gaan bij iedere thuiswedstrijd den berg op. In De Koel hebben ze een vaste plek, al jarenlang. Iedere 2 weken met de vrienden lekker een pilsje drinken. Gewoon gezelligheid en sfeer. Ja, dat vind ik hem zeer, ja. Ja, toch een uniek stadion. Ja, ik was 13 jaar, ik ben er nu bijna 73. Dus zo lang kom ik al hier. Ik denk al een kleine 50 jaar. 48 jaar loop ik hier rond. 7 jaar met mijn pap in de zand. Ja, G achter de kant. Ik zal het nooit vergeten.
En de scores en de clubs en de hekken, wie een klein kind. Ja, geweldig. En nu heb ik mijn zoon. Mijn zoon gaat dit keer noemen met mij. Dat is toch een fijn gevoel hier. Van de lange zie was misschien 60% overdek. Hierboven stond een houten kiet. Dat was alles aan accommodatie. Dat was geen bestuurskamer, dat was geen businessruimte. Nee, en de rest onder, ja, dat waren allemaal stoomplaatsen. In 2007 ondergaat de Koel een metamorfose. Het stadion krijgt de vorm en indeling die we nu nog kennen. De grootste uitdaging eigenlijk hier was, is dat je bouwt in een talud van een berg eigenlijk. Dit is een afgegraven kuil is het, de Koel. Dus de funderingen voor dit soort grote constructies die je achter ons ziet, met dit soort overspanningen, dat was eigenlijk de grootste uitdaging. Want het is ontzettend moeilijk om in zo'n talud te bouwen, hè? Dat de hele handel niet afglijdt naar beneden toe. Het is godverdorie wel een mooi stadionnetje, jongens. Godverdorie, je moet kijken dan met die buim op de achtergrond en het groen en de dingen. Een halve eeuw na de opening van de Koel komen vier mensen met een VVV-hart en een VVV-verleden samen om een onmogelijke vraag te beantwoorden. Welke VVV-spelers staan in het team van Koel-corypheeën van vijf decennia? Begin daar maar eens aan. De kans om iemand te vergeten is groot. En toch waagt dit kwartet zich eraan. Het zal nog lang onrustig blijven in de kleedkamer. Ja. De muis staat er niet. Ja, maar dan moesten natuurlijk niet echt kijken naar de meeste staat van dienst. Ze moesten ook kijken van, nou, wij hebben tegen het meeste aangesproken en wij hebben het publiek het meeste aangesproken. Ja, wij hebben het ook. Want die mensen in die 400 en zoveel wedstrijden gespeeld hebben, allemaal, ja. Oh, dat waren toch geen slotneuzen. Ja. Nee, nee. Dat horen ze tegenwoordig niet meer. Dat wil niet zeggen dat ze het niet goed zien. Nee. Maar toch gaat het anders. Ja, ik vind het stellig. Die is een keeper. Dat is natuurlijk een fantastische keeper geweest. Ja, dat is maar ook niet alles van de gang. Ja. En dan zitten we de club met deze lagen nog op. Dan hangt het hebben met zijn dood. Ja, toch? Ja. Huppakee, Idrissi, lekkere bal. Prima redding, Onesto. Op tijd gegeven, Labiat. En weer wint Onesto. Wat doet hij? Gaat hij schieten, ja of nee? Schiet! En een goede redding, Rooks. Buckling schoot, prachtige redding van doelman Rooks. Dan op die onderdrukking op de paal. Maar de fabuleuze redding was natuurlijk van John Rooks. Die VVV op 0-0 houdt. Ik denk, Rooks zien we wel overeind. Nou. Als eerste in de basis is doelman John Rooks. Met een indrukwekkend aantal van 490 officiële wedstrijden is hij nog altijd recordhouder bij VVV. Ijsberg, Huub Verkoelen. En ik denk dat Verkoelen toch wel. Dat was toch wel de man van de jaren 70. Wel? Ja, als de meeste spektakel. Ja, precies. Mogen we de koester neerzetten? Op 2. Nou, Bruiten. Ik vind wel. Ik vond dat een beetje respect voor die andere mensen. Ja, nou, Jos, dat is voor mij ook heel belangrijk. Ja, maar natuurlijk. Ja, maar dan komt er dan niet te storen. Ja. Het is zoiets in mijn kern niet. Jawel, er is een goede backzing. Ja, ik zeg. Ja. Maar we zien toch met veren. Ja, vooruit dan. Okay. Ja, vooruit dan. Rechtsback staat Huub Verkoelen, alias De Koes, Oedit Ven. Hij stond bekend om zijn rusjes langs de zijlijn.
Tegenstanders en scheidsrechters werden subtiel door hem bespeeld. En linksback, wel er ook uit of niet? Ik vind nog altijd al Jos Rutte. Ja. Want dit is heel erg onderschat. Ja. Ik bedoel, ook met alle respect voor Niels Fleuren. Hè. Het is een lastige keuze, allebei stoot van deens. Grave kans. Venezia nog altijd. Rutte dan, de geblesseerde man. VVV, wilde ik zeggen, moet winnen. Heeft het anders niet meer in eigen hand. En dit is de triomf van Jos Rutte. Fleuren. Kaluta loopt zich vrij. Kaluta, ja! Dit is Fleuren. De verdediger Fleuren. Heerlijk balletje. En daar is de 3-1. En de beslissing. Als je mij vroeg wat nou het verschil maakt, dan was Rutte toch de iets betere en completere voetballer. Vond ik. Dat is mijn mening. Linksback is Jos Rutte, een vaste waarde bij de club. Zijn hoofdtaak was het uitschakelen van zijn directe tegenstander. Daarbij was hij meedogenloos en hard, ook voor zichzelf. De trap is voor veel fans een icoon. Wedstrijd na wedstrijd zagen ze hun helden de trap afdalen en weer opgaan. Op de vraag of ze zich van alle wedstrijden er één herinneren, gaan de gedachten vaak uit naar die ene bijzondere middag. De legendarische sneeuwwedstrijd tegen Ajax, daar was ik oké. De wedstrijd in de sneeuw tegen Ajax, dat was eigenlijk tegen Ajax zelden of nooit kan zwetten. En dan in die situatie wordt veld op Belo. Dat we dan van Ajax willen dat we nog beter waren dan Ajax. En dat was dus ook geweldig, dat was ook uniek. Van Rosmalen, Redding Menzo, Valks. Het is 1-0. 3 aanvallers, 2 verdedigers. Balbezit Lammers tegenover Siloy. Daar is Lou Hakkai. Wouters onderuit en een prima doelpunt. Lukai, Ringels, nu niet buitenspel, want Spelbos was er nog. Aangetikt van achteren en een strafschop. Remy Reiniersen van 11 meter tegen Stanley Menzo. 85e minuut. Voetballen met dat weer op zo'n grasmat. Het is anno nu bijna niet meer voor te stellen. De kwaliteit van het veld is een steeds terugkerend punt van zorg en discussie. 7 seizoenen lag in de koel zelfs kunstgras. Ik ben er geen voorstander van. Het is veel te warm en je ziet ook dat die bal niet rolt. Hij stropt alleen maar. When you're not used to it, it's just I prefer grass, but you know that. I think it's not good for Dutch football. We need to have normal grass. In 2020 wordt besloten om het kunstgras in te ruilen voor natuurgras. Onderhoud blijkt een lastige opgave. Een heel slecht veld, een knollentuin kun je het bijna noemen. Zoveel pollen liggen er in stadion De Koel. Waarom wortelt het gras in De Koel zo moeizaam, terwijl supporters er wel makkelijk wortels schieten? Dat is bijna geen wortel. Dit is je wortelpakket. En hieronder moet je je voedingsstoffen halen, alleen dit is zo schraal opgebouwd dat er weinig voedingsmiddelen in zitten. Dus wat doet je wortel, die blijft bovenin hangen. Je denkt van, dat is lekker lui, ik kan niet bovenin mijn voedingsstof halen. In plaats van dat hij eigenlijk zo gaat, gaat hij veelal horizontaal. En dan krijg je dus een hele kwetsbare zode. Want je hebt dit, die valt zo door elkaar. Dus ik ga niet al 13 jaar rond en we hebben ontdekkers om problemen gehad. En die hebben toch
hebben ze die op kunnen lossen. Dus als alles altijd via, als alles altijd even roerzig ging, hè, ik denk dat dat nu ergens is. Dus. De verbondenheid met de koel gaat soms voorbij het laatste fluitsignaal dat in ieders leven klinkt. Herman Thewe bijvoorbeeld is een clubicoon, vereeuwigd als muurschildering. Het verhaal gaat dat Herman na zijn dood nog altijd verbonden is met de koel en dat zijn as begraven zou zijn onder de grasmat. Ik doe ieder jaar de wedstrijdbeker uitreiken van de Herman Thewe Memorial. En ieder jaar zeg ik, dat is dubbel, dat is raar. Het is eigenlijk hetzelfde als dat Tessie Emers begraven is of gewoon uitgestrooid is en de geest er naartoe. Alleen, ik kan hier niet naartoe om te zeggen, hoi pap, hier ben ik en dit wil ik even aan die kwiet of dat kan niet. Hij had daarboven in de hoek de tweede stoel en daar zaten altijd, daardoor had hij ook zijn seizoenskaart. Eerder een dag kwamen we even naar de trainingen kijken. Als ze niet goed gespeeld hadden, dan had hij ook wel zijn woordje kloor. En die kwam dan echt van, oh, wat een kroetclub. Daar ging hij voor, met hert en ziel. Dat was zijn tweede toes. Hij is heel plotseling gestorven, hè? Dus we hebben ook niks meer kunnen zeggen, niks meer. Dat waren ook wel heel vreemd, moet ik zeggen. Dat deed ook wel heel pijn. En wie we hem toen hebben laten cremeren, toen zei ik tegen mam, wat doen we met de as? Wat gaan we ermee doen? En toen zei ik, mam, ja, luister, zien tweede toes was VVV. Zullen we vragen of die urn onder het veld mag? Ja, ik zei, mam, sticht het Geer Wilson, doen we dat? Toen heb ik gebeld. En we kregen echt alle medewerking. Iedereen zei van, dat doen we. Wil ze dat we niet? En wil ze door mensen B? Of... En toen zei mam en ik van, nou nee, liever. Mam en ik. En Wiel dan. Wiel Thewe, die er dan B geweest is. En toen zien we op mam zijn verjaardag in de winterstop. 10 januari 2004. Zien we hier naartoe gegaan. En toen hebben ze voor ons het stadion opengemaakt. En toen hebben we hem... Straks verder door hebben we de urn neergelegd en dat was fijn. Nog een stukje. Hier hebben we hem neergelegd. Ik stond er nu op. Als ze heel veel van gehaald is, moet ze ook heel veel verdriet over hebben. Maar zo doen mee ben ik ook nooit meer geweest. Ik kom wel heen om de beker uit te reiken, maar dat is tot aan de middenstip. Mm. Maar nu is voor mij ook 18,5 jaar geleden dat ik echt op die plek ben geweest. En dat is mooi, daar wil ik ook veel bedanken. Ja, het duidt me echt wat. Ja, dankjewel hiervoor. Centraal. Ja, zeg Herman zijn naam veel net, hè? Ja. Dat kun je ook wel. En zeg ik dat nou ook nog heel veel voor de club betekent, dat vrijwilliger, dat ook nog heel veel werk. Ja, ja. Zie je nummer 1? Ja, ik moet op de top hier komen. Ja. Jacques Hermans was meteen al in zijn eerste seizoen een basisspeler en zou dat ook jarenlang blijven. Na zijn voetbalcarrière was hij nog vaak te vinden in de koel, als beheerder van de bar in de persruimte. Als we dat in de Nio gaan doen. En de nummer 2. Gerald Pumas? Ja. Ja, maar ja. Hoe is het dan voor Alex? Ja. Oh ja, dat vind ik wel. We hebben het zoeken in het land.
Dan ja, warm moet zeker. Ja, dat begint het al. Dan kan het nog een plaats op de west doen. Dat verschil is toch wel een beetje te groeien. Ja, goed te doen. Van Berg Henig houden, opdringend op de VVV. Van Berg Henig houden, hoog. Ja, doelpunt en een keurige. Het doelpunt van Valks. Berghuizen is goed. Verbeek is voor. Verbeek, nou. Valks, goal. Doelpunt Stan Valks. Stan Valks speelde meestal centraal in de verdediging. Hij heeft 20 interlands op zijn naam staan en is tegenwoordig manager voetbal bij VVV. Hij heeft tevens een interessante relatie met de trap aller trappen. In die tijd was het niet zo moeilijk om mij op te naaien, zeg maar, zoals we dat hier zeggen. Dus ja, toen ben ik met de skis dus naar beneden gegaan. Ja. Ik was in het begin overtuigd dat er niks aan de hand was, maar ik was bijna beneden. En toen ging ik recht op dat toilethuisje wat het toen was af. En toen met wat capriolen uithalen kon ik dat net ontwijken. En toen was deze tribune ook nog niet overdekt. En toen kwam ik daar achter de trappen bij de goal terecht. En toen klapperde ik zo naar beneden. En toen kwam ik achter de goal tot stilstand. En toen was een van die twee skis in ieder geval gebroken. En ja, iedereen dacht dat ik ook wel van alles zou mankeren. Maar gelukkig was er niks aan de hand. Maar ja, dat was een doldrieste actie, denk ik. Een beetje gekke werk, ja. Wat ik in die tijd wel eens vaker deed. Maar als de nummer 6. Maar dank u voor het wel, hè. De enige echte Danny Paulsen. Ja, zullen we eerst met Honda beginnen? Dus en we dachten dat we het eigen gaan rosmalen. Ja. Honda gaan we rosmalen. Dat zien we heel veel, hè? Ja, dat zien we heel veel, maar en we staan van dienst hebben, hè? Ja. Nijs. De ruimte ligt op links. Geen buitenspel voor Van Rosmalen. Van Rosmalen en scoort de gelijkmaker in de 31ste minuut. Keijske Honda maakt hem. En het lijkt VVV 3 punten op te leveren. Honda. En die zit erin. Omdat Luciano een fractie te laat in de hoek komt. Maar veel preciezer dan deze vrijheid. Ja, of wel heel erg. Nog heel veel trouwens. Ja, een paar jaar bijgelopen. Ja, Honda is natuurlijk een van de beste publiektrekkers van die we ooit gehad hebben. Ja. Dus dit moet ook weer. Nee, maar dit moet ook weer. Met 404 wedstrijden wordt Ger van Rosmalen terecht Mr. VVV genoemd. Hij was inzetbaar op meerdere plekken in het elftal, was jarenlang aanvoerder en groeide uit tot boegbeeld van VVV. Keijske Honda speelde slechts 2 seizoenen in het geel-zwart. Des te knapper is de onuitwisbare indruk die de Japanse middenvelder achterliet. Van heeft niet Danny Post terug. Ja, waarom dit? Komt niet tot een schot. Op Poku ook niet. Hij wel! Post is het! Het is Danny Post zelf, de captain, die VVV op 1-0 brengt. En zeker in deze tijd, wie veel spelers heeft ze nog? Ja. Ja, ik vroeg best dat veel gebroken, dat spelers lang bij een club bleven. Ja, dat is uniek, hè? Dat is in deze tijd, Post. Als aanvoerder was Danny Post een van de belangrijkste steunpilaren van het VVV-elftal dat in 2017 kampioen werd van de eerste divisie. 8,5 jaar bleef hij bij de club. Een lange periode waarin de geboren Amsterdammer ook voor altijd een Venlonaar zou worden. VVV is nu kampioen van de Jubilee League voor de 3e maal in de geschiedenis. En de ontlading is groot bij de spelers van VVV. 0-0 is voldoende. En de schaal is nu voor VVV en voor Danny Post. VVV, de terechte kampioen van de Jubilee League in het seizoen 2016-2017. Voor Venlo, voor Noord-Limburg en het Duitse grensgebied is de Koel een unieke plek. Een plaats van herinnering en vriendschap. En die vriendschappen gaan vaak verder dan voetbal alleen. Zoals op de eerste wedstrijddag na de vastelovend van 2022. We stonden samen stil bij de dood door zinloos geweld van de 21-jarige trouwe VVV-supporter
Guus Jansen uit Horst. Uit het afgrondelijke verdriet steeg verbinding op. Geluk en tegenspoed, promoties en degradatie volgen elkaar op. Maar Stadion De Koel blijft. En wij blijven de club die altijd misschien 2, 3, 4 jaar Eredivisie gaat spelen en dat is afgelopen. Het geeft hem de club en ik ben er ook heen geweest toen ze letse wordt in de eerste divisie. Ja, goed, nou geeft het iets beter, maar VV komt altijd terug. Nou, de trap zei het al, de trap op en trap af. Nou, dat is gewoon geweldig. Degraderen, promoveren. Vanaf dat we heel erg slecht waren, tot dat we uit een dal klauterden, met name met John Tayutu. Dat was wel een punt dat het alsmaar wat beter ging. Dus jaar voor jaar klommen we een beetje op. Tayutu weg. En die kan erg veel met een bal. Op Oscar Zijlstra. Tayutu, mooi gedaan, schitterend. Van Rosmalen. Verbeek, schitterende goal. Oh, oh, wat is die mooi. Rutten. Rutten, nu die bal doortikken, ja. Valks, weggewerkt. Luhukay, goal. Heel leuk wat er allemaal gebeurde in dat strafschopgebied van FC Twente. Sultani beweegt. Sultani dan met de 3-0. Sultani. Derksen nu de vrije man. En wie loopt hem dan binnen? Derksen doet het. Het is 3-0. En het is klaar. En het veld wordt bestormd. Het volksfeest in Venlo is compleet. Met de derde treffer. Zij keren terug na 14 jaar afwezigheid. SVV, de koel, de club, de kleuren. Eén familie, zo voelde het. Iedereen kent ook iedereen onderhand na al die jaren. Het zijn nog steeds bijna allemaal dezelfde supporters. Gevoel van toes komen, iedere keer weer, als we naar de wedstrijd gaan. Ja, we zijn echt eigenlijk vanaf dat we het stadion verbouwd hebben, zijn we eigenlijk hier trouwe supporters. Schitterend. Bedien hier zin, fijn van genieten, heerlijk. Zo werden we vrienden, he, eigenlijk. Ik kom nog altijd heel keer bij VVV. Nou, er is maar één club hier in Nederland. Ja, dat is gewoon voor mij, is dat gewoon VVV. El Gaouri met de vrije trap. Ja, daar zit hij dan toch. Daar is hij dan toch. En hij is nog maar net erin gesteld. Ken Leemans, het is ongelooflijk. Over aan de golden wissel gesproken. Eindelijk is daar dan de voorsprong. Het vrije trap van El Gaouri. Mooi aangesneden, binnengekopt door de man die net in het veld is. Leemans, keurig hoor in de verre hoek. Alsjeblieft zijn, bal nu door El Gaouri genomen.
geeft hem vuur. Hij zet hem op een dikke roeiende helm van Ken Leemans. Terwijl heden voorbereidingen weer getroffen om het veld op te gaan. En dan wordt er gefloten en dan zien we officieel kampioen. De Red nemen ze het veld op. Het Joeksmobiel na een promotie of het grijnzend degradatiespook. Supporters zijn eraan gewend. Ze herinneren zich de uitspraak van oud-voorzitter Jeus Sprengers. Bij VVV ontstaat pas paniek als het bier op is. Maar toch, we proeven het liefst het zoet van promotie. Miep Breedveld zal één seizoen en één voetballer nooit meer vergeten. Dit is een grote... Pijnhoop. Ik had toestemming gevraagd aan Wil, die was in de tijd manager, of ik de kleedkamer in mocht om die interviews te maken. Ja, dat mocht en was heel druk in de kleedkamer. En toen wilde ik naar Babangida, maar Sjeerd de Vos, die was nog bezig. En ja, die kabels liepen zo van camera's en dergelijke. Dus toen ben ik zo eronder doorgekropen, onder die kabels. En toen zei ik volgens mij ook nog van... En dan kropen we nu onder de NOS door. En toen kwam ik bij Babangida. En ja, die zat daar te shinen. En nou ja, ik eigenlijk ook, want uiteraard was ik supporter. Dus even kijken waar nou is. Waar nou gebleven is. Toen zitten in dat hukje. Moeten wij onder de NOS door, dat doen wij. Hé, Tijani man. Hey, you promised, we will be champion. Of course, me, but it happens, yeah. Yeah. It happens. Yeah. Nou, de Rijksboete. Dat is maar één Rijksboete, hè? Eén Rijksboete, maar begin dat. Maar Jan van Boom dan? Jan van Boom? Ja, Jan van Boom. Van Dam wordt reglementair gevloerd. En dan Babangida. En kijk hoe snel die is. Daniels kan hem niet bijhouden. Tijani Babangida. Graaf. En Babangida. En 3-1. Gaat nu hard met de doelpunten, want dit is het derde doelpunt binnen 5 minuten. En het feestje dat Babangida viert samen met Maurice Graaf. Ja, maar Babangida wacht toch? Ja, dat was een aparte. En van korte duur. Ja, Jan van Boom is lang geweest en een staat van dienst. En daarom is ik heb hier naar een kerkhoor gegaan, dus ik kom er niet in. En we hebben ervan geprofiteerd, dat wou ik eerlijk zeggen. Babangida. Ja, ik ben er van Babangida. Ja, dan zet het nog wel neer. Wat zijn ze dan dus? Rechtsbuiten, Tijani Babangida. De Nigeriaan veroverde in korte tijd de harten van de Venlonaren met zijn vliegensvlugge dribbel en aanstekelijke lach. Dat denk ik aan Jan van Boom linksboot te zetten. Ja, maar ik dacht zo wel koers uit kunnen spelen. Goedendag! Dat is een te luide te kijken. Oh, dat is wel. En Jan van Boom vind ik een man van de club. Een man van de club met zoveel wedstrijden. Een slechte team en goede team. Nou, dat vind ik toch een compliment. Ja. De frêle, grillige vleugelaanvaller Jan van Boom wist met zijn dribbels menig strafschop te versieren. Nou, en de nummer 9. Ik denk, wie kan. Het is of Mieke of Graaf. Hij weet wie al. Ja, ja. Kral. En de kans! En Schrijvers komt er niet meer aan. En er is gescoord door Jovanovic. Terwijl de Ajax-defensie al door de bliksem. Graaf. Met zijn aanloop. Voor zijn 28ste. En dat is hem. Maurice Graaf brengt de koel dan eindelijk in extase. Babangida. Graaf. Nou, wie wil mag hem maken. Graaf, zijn 29ste.
Ik ben voor Maurice Graaf. Ik ben voor Mikan. Ik ben ook voor Mikan. Ja, dat is hij zei, jong. Ja, ja ik vind dat heel moeilijk. Wat is hier? Wat zit er? Ik moet toch wel even nadenken. Ik vind dat zo'n belangrijke positie. En zo'n belangrijke positie voor een elftal. Ja. Want dat zien de mensen die werken gevierd. Ja, dat is waar begint. Dus hij moet er gaaf toch. Ja, dan kan ze niet. Maar als niet teleurgesteld, ik heb dat niet meer. Ik zou er ook geen mik aan hebben, maar we moeten kiezen. Ja, ja, nee, want het is net wat ze zeggen als ze Babi Gieder doorstonden. Dat is graag de man die van Babi Gieder geprofiteerd heeft. Anders had hij nooit zoveel goede gemaakt. Precies. Met Maurice Graaf, VVV's topscorer aller tijden, is ons team van Koel-coryfeeën compleet. Stuk voor stuk spelers die de Koel de afgelopen halve eeuw kleur hebben gegeven en de supporters op de banken wisten te krijgen. Vijftig jaar lang is de Koel het decor geweest van hoogte en dieptepunten. Wedstrijden die pijn deden en wedstrijden die onvergetelijk werden. Internationaal bekende voetballegendes zijn de trap afgedaald. Tot voor de wedstrijd onbekende voetballers zijn als nieuwe helden de trap weer opgeklommen. Met in hun oren nog de echo van de toejuiching. Wat de Koel betreft, dan zeg ik het is uniek in Nederland. Dat is toch iets bijzonders. De trap doet daar iets aan. Het stadion is een gezellig stadion. Maar het is niet meer van de tijd. En dat is het probleem. Maar de Koel is uniek. En dat is vanaf 1972 tot nu toe nog uniek. Ja, de Koel. Ik was erbij toen we in de krent moesten staan tegen de berg toen we in trappen waren. Die tegenstanders die komen hier naartoe en dan denken ze, ach, die trap door een Venlo bij de Koel. Dat is nostalgisch. Dat heeft niet iedereen. Ja, dit is gewoon pure cult, vind ik. Dit is allemaal niet moe en dat is allemaal niet geweldig. En de trappen zien nog altijd scheef, maar toch heet het wat. En dat is wel uniek. Dus voor mij moet je blijven, een beetje opkalefateren links en rechts. Dat is een prima stadion.